Hoeveel jaar ben je ouder geworden vandaag? Ja, wel een paar jaar ouder. Ja, maar goed. Inmiddels ben ik daaraan gewend als trainer in de derde divisie. Want iedere week is het spannend. En op een bepaald moment was dit ook weer een pot die alle kanten op kon. Alleen je wist gewoon, vandaag kan er wel een prijs aan hangen. En gelukkig viel die uiteindelijk ook. En konden we het vieren. Ja, want je kon wat vieren. 3 punten en de periode. Welke vind je belangrijk, hè? Nee, voor vandaag de periode. Maar de een heeft ook gewoon met de ander te maken. Waardoor dat je 3 punten pakt, doe je ook nog gewoon steeds mee om de bovenste plaats. Maar ik ben wel heel erg blij met de periode. En ik hou jongens dat ook wel eens voor. In de senioren kom je niet zo vaak in de gelegenheid om prijzen te pakken. En als je dan 1 kunt pakken, moet je het gewoon doen. Nou, daarnaast is het gewoon een beloning voor heel hard werken en gewoon een hele goede reeks. Ondanks dat we niet makkelijk winnen. Maar we zijn wel 14 wedstrijden ongeslagen. En als je dat dan kunt belonen met een periode, dan is het echt wel heel geweldig. Is dan het drukken nu ook een beetje af? Nou ja, voor deze periode wel. Maar deze periode is afgelopen. Maar verder verandert er helemaal niets. We gaan het uitgebreid vieren uiteraard. Maar we gaan maandag ook gewoon trainen. En dan gaat de knop weer om naar volgende week. Alleen de druk voor deze periode, die is er uiteraard af. Ja, en als je dan nog even naar de wedstrijd kijkt. Ja, je zei het hield niet over. Het was ontzettend spannend. Komt dat dan ook een beetje door die spanning? Nee. Met ook het publiek erbij. En de druk ligt er natuurlijk wel op zo'n wedstrijd. Ja, tuurlijk. En super jonge ploeg, hè. En het publiek erbij. Maar dat vind ik alleen maar mooi. Want hier op Urk wordt het voetballen nog echt beleefd. Dus ik mag hier altijd heel erg graag komen. Dat vind ik alleen maar mooi. Kijk. Uiteindelijk kunnen zij gewoon 1 maken. Maar daarvoor moeten wij al geduldiger zijn en de 2-0 maken. Want ik denk dat dan het geloof bij hun weg was geweest. En zolang het 1-0 is, dan is het geloof bij Urker ook. Ja, en dan waren ze ook een paar keer heel dicht bij de goal. Maar ja, we waren niet nauwkeurig genoeg in de counter, zeg maar. Maar daar hebben we zoveel mogelijkheden gehad om ze meer pijn te doen. Maar ja, dat hebben we nagelaten. Ja, dan pak je gelukkig 3 punten. Dan mag je volgende week weer thuis voetballen. En gewoon lekker door met de competitie. Ja, dat gaan we dan doen. Maar eerst maar even genieten en hier even een feestje van. Ja, wat ga je doen dan voor feestje? Oh, weet ik niet. Pak jezelf nog wat biertjes. Dat moet ik nog even overleggen. Dat moet ik wel opgehaald worden uiteraard. Maar ik ga gewoon keurig links voorin zitten. Maar ik ga wel genieten hoor.